Welkom bij mijn screencast over WatchNet. WatchNet is de nieuwe variant van WatchOut, wat het mogelijk maakt om voor gebruikers die geen technische kennis hebben van WatchOut, toch een WatchOut show kunnen starten. Dit kan via WatchNet. WatchNet is een serversysteem. Dit betekent dat er een server draait, die vervolgens een webpagina creëert. Eigenlijk dus een soort simpele webserver. Alleen dan met het WatchOut systeem. WatchNet is opgesplitst in verschillende modules. We hebben Presentation voor de presentaties, het subsysteem voor de displaycomputers, scripts. We kunnen hem zelfs in een schema gooien, dus zeggen wanneer een show gestart moet gaan worden. We kunnen er een paneel van maken, zodat we hem via een iPhone kunnen besturen. En we hebben dan nog het user management, waarbij we meerdere gebruikers kunnen aanmaken die WatchNet gaan bedienen. We gaan nu beginnen met stap 1. We gaan een presentatie uploaden naar WatchNet. Hiervoor hebben we een WatchOut presentatie nodig. We hebben in deze testomgeving 1 displaycomputer. En die gaan we gebruiken met WatchNet. Zoals je kunt zien is dit een heel simpel project. Goed, wat we nu kunnen doen met dit project is gaan naar File en dan Consolidate To. Nu geven we de folder aan waar we hem in willen zetten. En we geven aan dat hij een kopie maakt van alle mediafiles. Oké. Nu openen we de folder. En zien we dat alle bestanden die nodig zijn voor dit project zijn gekopieerd, inclusief een specificatiefile. Nu zullen we alles naar een zipbestand moeten zetten om het te kunnen uploaden. Het zipbestand is aangemaakt, maar WatchNet kan helaas geen zipbestanden uitlezen. Wel kan deze WOP-bestanden uitlezen. Heel simpel, we veranderen zip naar WOP. En we veranderen de bars, veranderen naar testpresentatie. Het bestand is nu klaar. We gaan terug naar WatchNet. Nadat je de WatchNet server gestart hebt, door gewoon op het WatchNet logo te klikken, kun je naar localhost. Hier in localhost kom je in dit menu en drukken we op presentation. We kunnen nu het WOP-file slepen naar de webbrowser. En de presentatie is geüpload. Op dit moment heb je een werkende WatchOut presentatie in WatchNet gezet. Op naar de volgende stap. We gaan terug naar WatchOut. WatchNet, sorry. Terug in het WatchNet venster gaan we naar Subsystem. We moeten namelijk onze displaycomputers nog steeds aangeven. Dit is al gebeurd inmiddels in WatchOut, maar WatchNet wil dat we dit apart gaan doen. Op dit moment hebben we maar 1 computer, dit is deze. We moeten dus een cluster gaan aanmaken. Het cluster kan je iedere naam geven die je wil. In dit geval doen we test, laagstreepje, cluster. En we klikken oké. Oké, op dit moment is het testcluster aangemaakt. Het is online gezet en we geven aan dat dit ons hoofdcomputer is. Want dit is het enige scherm wat we hebben. De computer is geconnect en we zijn klaar om te gaan. We gaan door naar de volgende stap. We gaan naar WatchNet. Nu gaan we een script aanmaken. Dit script gaan we later gebruiken in een paneel dat we hebben gemaakt. En bij script moet je al gauw denken dat je heel veel regels code moet gebruiken. Bij WatchNet hebben ze het heel simpel gehouden. Het is gewoon een drag-and-drop system. Goed, we gaan in de main groep en maken een nieuw script aan. Script geven we even de naam run, want we willen dat de show straks gaat starten. We willen nu het volgende doen. De show is standaard niet ingeladen op de displaycomputers. Dus wat we willen doen, is we willen cluster update show. We klikken hierop, zodat we de informatie kunnen aangeven wat die moet gaan inladen. We geven namelijk aan dat we de testcluster gaan gebruiken als displaycomputers. En we geven aan dat we de testpresentatie willen gaan inladen. Hierna klikken we op oké om op te slaan. Inmiddels hebben we dus al 1 script helemaal compleet erin staan.
Maar hierna willen we nog steeds dat deze wat gaat doen. We willen namelijk de tijdlijn gaan bedienen. Dus we slepen de tijdlijn eronder. We willen namelijk dat de tijdlijn gaat afspelen van de hoofdtijdlijn en van het cluster testcluster. En we zeggen dat die gaat afspelen. We klikken weer oké. En dit is opgeslagen. Hiermee is ons script voltooid. We gaan door naar de volgende stap. We klikken weer op het WatchNet logo om terug te keren naar het hoofdscherm. En vervolgens drukken we op panel. Nu komt het leuke werk. We gaan namelijk een nieuw paneel aanmaken. En dit paneel kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een iPhone of op een Android telefoon, maar ook op een computer. Eigenlijk dus gewoon een webpagina weer. We starten met een nieuw paneel aan te maken. Wat we noemen testpanel in dit geval. Mag niet, want we mogen niet los. Oké. Nu kunnen we aangeven voor welke die geschikt moet zijn. Er zijn al wat standaard formaten die aangegeven zijn, maar je kunt het ook zelf aanpassen. Laten we in dit geval eens kiezen voor, ja, eigenlijk gewoon een iPhone 5. En we zeggen oké. Oké, in dit geval is er ook al een nieuwe sectie aangemaakt en een nieuwe pagina aangemaakt. Nadat je deze twee geselecteerd hebt, is dit je scherm. Oké, nu kunnen we de items in gaan zetten. Zoals een button, want we willen de show gaan starten. We dubbelklikken op de button om deze aan te passen. We geven de titel Start. Start de show. En we geven aan dat hij een script gaat gebruiken, namelijk het script dat wij al hebben gemaakt. Deze is nu gekoppeld. Nu kunnen we in dit venster nog meer toevoegen. Laten we namelijk ook eens een foto toevoegen. En ik had het al gezegd, het is drag and drop. We gaan dus naar de file browser. We hebben een foto en die slepen we erin. In dit geval is de foto ook in het scherm gezet. En zal dus ook op de webpagina straks te zien zijn. Hiermee is het paneel voltooid. We kunnen deze nu dus gaan testen om te zien wat het resultaat is en of dat de show functioneert. Hier kunnen we gaan naar panel en dan test panel. Of shortcut Ctrl E. In dit geval wordt de pop-up geblokkeerd, maar die gaan we toestaan. We doen het nog een keer en het panel wordt opgestart. We hebben nu dus een live panel. En zodra we dus nu klikken op start de show, wordt de show dus ook op dit moment gestart op onze displaycomputers, zoals te zien onder in het scherm. Hiermee heb je dus een werkende WatchNet presentatie gemaakt. Ook is deze presentatie natuurlijk te gebruiken op de iPhone in dit geval, maar ook bijvoorbeeld op tablets. Hiermee is het dus mogelijk voor gebruikers die geen technische kennis hebben, toch mogelijk om Watch Out te kunnen bedienen. Het is dus ook mogelijk om via deze webbrowser het panel te bereiken. Het panel is namelijk hier opeens beschikbaar, want die hebben we net aangemaakt. En zodra wij erop klikken, zien we het testpanel. En komen we op dezelfde pagina terecht als net. Bedankt voor het kijken naar deze screencast. En misschien tot volgende.